Ja, het is, impliciet wordt wel dat kennis een maatschappelijke waarde heeft en een maatschappelijk doel dient. Dat zijn allemaal wel aannames die in ieder geval ook bij de belastingbetalers leven. Ja. Daar is ook de aangetoond nu met de COVID-crisis, denk ik, als je ziet hoe snel we een vaccin hebben om maar iets te noemen. Dat heeft te maken met het werk dat op universiteiten weinig gewaardeerd al die jaren gedaan heeft. Ik denk dat het nu wel de tijd is om dat ook meer te laten zien. Ja, er wordt hier dus gezegd inderdaad dat het niet per se een, voor de mensen het livestream, ja, dat het niet per se een, iets is wat de universiteiten er nu bij kunnen hebben, maar de belastingbetaler, COVID wordt er ook aangehaald, dat het wel degelijk iets is wat een maatschappelijke impact kan hebben. En het, ik hoop dat ik het goed samenvat als ik zeg wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, kennis op zich is wat steriel, ja. Zuivere wetenschap, dat is een ideaal wat wel gehuldigd werd, maar wat eigenlijk wat ver van de realiteit staat. Ja. En ik denk dat je dat mag even erkennen. Ja. Oké. Okay. Ja, en daar staat iemand nog op. Dan moeten we daar heel even naartoe. Ja, spreekt u maar. Ik echo het wel. Nou, dat is niet zo nodig hoor. Maar het, ik ben ooit in mijn leven betrokken geweest bij de evaluatie van het onderzoek van zon en wee. Heel veel geld wordt daar aan onderzoek. En daaruit bleek uit die evaluatie dat 80% van de rapporten die gemaakt werden op basis van het onderzoek op de plank bleven liggen en op geen enkele wijze de praktijk bereikten. Dan heeft de overheid gezegd, jullie moeten voortaan aan het onderzoek ook een implementatieplan toevoegen. Dat kunnen ze helemaal niet. Want als je de klungeligheid van die implementatieplannen van die wetenschappers zag, en je bent zelf altijd in de praktijk te werken, dan denk je, daar hebben ze het over. Dus er ligt wel degelijk een enorm probleem tussen het inbrengen van nieuwe kennis en het ervoor zorgen dat mensen er ook mee gaan werken. En dat doet Transo al 20 jaar voortreffelijk. Dus wat dat betreft, u bent aan het goede adres. Maar er is nog wel heel veel werk te doen om de innovatie ook in de praktijk te laten landen. Ja, deze spreker trekt de kwaliteiten van wetenschappers in twijfel als het gaat om implementatie van de kennis, niet over de kennis zelf. En zegt ook nog dat 80% van de onderzoeken niet verder geïmplementeerd wordt. Dus dat laat wel zien dat er in, een vraag ligt. Ja. En ik zou willen vragen ook om richting afronden. Ja, nee, er zijn hier heel veel vingers, maar die negeer ik dan eventjes, sorry. Ja. Het is een heel mooi bruggetje wat u maakt, want wat wij gedaan hebben, het implementeren is een gedeelde verantwoordelijkheid, vinden wij. Een mooi voorbeeld daarvan is het inzetten van de recente ontwikkelingen van wetenschappelijke kennis binnen het curriculum van het mbo en het hbo. Dat kunnen wij niet zelf, dat zegt u al. Dat kunnen wij ook niet zelf. En wat we gedaan hebben is de afgelopen jaren samengewerkt met 5 docenten vanuit het mbo en het hbo. En met hen hebben we eigenlijk gekeken, nou, dit is de wetenschappelijke kennis. Als jullie het curriculum heel goed kennen, waar past deze wetenschappelijke kennis? Want hbo's en mbo's zitten wel te wachten op die nieuwe kennis. Daar vinden wij dus dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. En daar zijn nu 3 modules uitgekomen. De 4e die komt eraan. En met name die van verslaving en zelfbepaling. Dat zit natuurlijk op dit thema, eigen regie. En